Oh, kunnen nog verder upgraden. Nice. Oh, kunnen nog verder upgraden. Nice. Oh, kunnen nog verder upgraden. Nice. Kappa. Jongens, tot hoever kan je dit, gaat dit door? Ik heb daar geen coins meer. Ik heb daar geen coins meer over, joh. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We gaan vandaag Star Wars spelen. Als jij er natuurlijk zin in hebt, klik alvast even op dat duimpje omhoog. Als je nieuw bent, abonneer ook vooral, welkom. En wat we vandaag gaan doen is iets wat jullie erg leuk vinden. Dat is namelijk geld uitgeven. Want als ik stream, merk ik me altijd goed jullie graag willen dat ik geld uitgeef op stream. Of het dan geen Topia is of dat het Fortnite is. Zolang ik maar geld uitgeef, vinden jullie het allemaal wel leuk. Dus dan vinden jullie het vandaag waarschijnlijk vast ook wel leuk. Want wat we vandaag gaan doen is, we gaan vandaag al onze perks upgraden. Of in ieder geval een groot deel ervan. En hoor ik je denken van, Duffy, waarom? Waarom zou je dat in godsnaam doen? Hoor ik je denken. Nou ja, omdat er in reacties van Duffy. We gaan het overigens eens testen, mensen, no worries. Iemand zei, Duffy, alle perks werken gewoon samen. Dus als je de ene perk upgrade en je doet een andere erbij, dan werken ze gewoon samen. Daar heb ik wel zoiets van, oh, oké. Okay. Nou, als dat zo is, laten we eens even lekker gaan kijken dan. Hoewel, ik vraag me alleen één ding wel af, als dat dan daadwerkelijk zo is, hè? Waarom krijgen wij dan eigenlijk nooit dingen die we dan al hebben? In de zin van Fire Arrow, weet ik het allemaal. Maar goed, aan de andere kant maakt het ook niet uit, want ik wil sowieso wil ik ook Bulldozer hebben. Dus in die zin, dat boeit niet. Dus we gaan hier gewoon 150k uitgeven. Ja, dat wil ik, want I don't give a damn. Dan doen we nu, hebben we nu 155k erin zitten. Ja, because I don't give a damn. Dan hebben we er nou 170k in zitten. Because I don't give a damn. En dan kost het nu 190k totaal. En nu 215k hebben we nu erin zitten volgens mij. Dus we hebben nu gewoon bijna 1/4 van een miljoentje uitgegeven. Lekker man! En we gaan nou eens even spelen. En nou ben ik benieuwd als wij zometeen, met nadruk op zo, als wij een kill maken, of we dan resistance krijgen. Regen plus strength. Dat is natuurlijk dan nu natuurlijk wel de vraag of dat het werkelijk werkt. Werkt het namelijk niet zo, daar zijn we opgelicht. En weet je wat we met oplichters doen? Die moeten we ontmaskeren. En hoe gaan we die ontmaskeren? Daar hoeven we nu nog niet over te praten, want we kunnen eerst gewoon even spelen en kijken hoe en wat allemaal. Eerste potje trouwens van de dag, mensen. Just saying. Ik bedoel, ik ben mezelf heus niet aan het indekken hoor, dat ik rusty ben. Maar eerste potje van de dag, lol. Ik ben gewoon heel slecht. Maar dat ben ik altijd. Dus wat dat betreft, maakt het allemaal weer helemaal niet uit. Nice. Die doen we daar, die doen we daar, doen we die. Nee, sowieso. Oh, wat een inventoriatie, zeg. Wij gaan naar de midden toe. Oh, dat kunnen we eigenlijk vrij makkelijk via hier. Zo, hoppatee. En doen we deze op de grond gooien. Hoppatee. Jannes! Mag ik er even in mengen of zoiets of niet? Kom op. Oh, ho, 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 ho. Niet vandaag, maar er wordt wel gezegd nice hacks. Dus, weet je, dat is dan in ieder geval wel nice. Dat er in ieder geval wordt gezegd van, hey, ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar nice hacks. Nee, dit was een fucked up potje wat dat betreft. Dit kan vele malen beter. Dat weten jullie, dat weet ik. Dus we gaan ook eventjes daar eens best nu voor doen. Dit was gewoon trash. Ik had op zich moeten wachten voordat ik erin ging. Maar aan de andere kant, als ik weer wacht met de ingaan. En ze hebben dadelijk al die perks heel hoog. Wat dan ook allemaal. Dan speel je natuurlijk weer tegen mensen die hoge perks. En nou ja, dat is allemaal maar goed. We gaan het in ieder geval zien. Nieuwe game, nieuwe kansen. We moeten eigenlijk even één kill hebben. En als we die ene kill hebben, dan weet je meteen of deze mythe waar is. Of dat die mythe doorbroken kan gaan worden. Dus daar moeten we natuurlijk eventjes naar gaan kijken. Maar goed, we zullen het in ieder geval zien. Hoppatee. En doen we die. Zo, there we go. En pakken we dit. Een very noise. En we kunnen weer naar boven toe en we kunnen naar het midden toe gaan. Zie je hoe snel ik ben, mensen? Dit is echt, ik ga bijna zo snel als gewoon als het licht, man. Godskalera, hoor. Daarom heb je natuurlijk ook van die strakke planga's op. Oh, wacht even. Je hebt zo'n fucking. Nee. Oh, shit, ik raak die aan. Nee. Oh my fucking god, 2 HP. Voor de mensen, ik raakte mijn G6 toets aan. Zoals je kan zien, dan gaat er een keer. Twitch broadcasting is unavailable. Before you can broadcast Minecraft to Twitch, you need to link your Twitch account up to your mojang.com. Would you like to do that now? Cancel. Fuck off, man. Door jou hebben we verloren. Want ondanks dat hij knockback had, hij had 2 HP. Ik had dit gewoon gewonnen anders, maar. Dat is wederom niet gegund. Goed, nieuwe game nu. Het enige wat ik wou is één potje testen of het daadwerkelijk werkt. Als het namelijk werkt, kunnen we daarna gewoon doorgaan. Met natuurlijk perks upgraden. Maar aangezien één kill maken tegenwoordig zo ontierlijk moeilijk is, omdat je zo hard wordt genaaid waar je bij staat, is dat gewoon night to Susan.
Maar goed, we gaan eens even kijken of we dan misschien nu wat hebben. Oké, we hebben in ieder geval een enchanted shirt. We hebben ook een enchanted table. Maar we krijgen dan weer geen leggings. Maar we krijgen ook geen bottles om te enchanten. Dus dan heb ik zoiets van, weet je, pik, geef het me dan gewoon niet. Weet je, I don't give a damn about it then. Oké, hij is eraf. En wat krijgen wij nu? Kom op. Strength and regeneration, mensen. De mythe is doorbroken. Het werkt. Het is waar. We krijgen gewoon zowel strength als regeneration. En dat is fucking episch. Want wij zijn een soort van goden dan. En weet ik het allemaal. En deze Gaiki is super... Hallo. Oké, maar in ieder geval. Dat werkt. Dat betekent dat wij dus nu naar de... Hup-hup-barbetruc gaan. Leuk, de hup-hup-barbetruc. En we gaan naar de shoppa toe. En we gaan even kijken bij die perks. Wat we nog meer willen hebben. Chance give you arrow back. I think for them. Blazing arrow. I think for them. Die hebben we dus nu helemaal unlocked. Reduce damage taken with Ender Pearls by 40%. Sure. Ik bedoel, mocht ik die shit gebruiken, het kan altijd handig zijn. Oké, goed. We krijgen nu geen damage meer met Ender Pearls. Nice. Oké, die hebben we helemaal ook. Oké. Region, die hebben we. Oké. After getting 2 kills with a bow, all your bows get enchanted with power 1. Ja, maar ik... Nee. Revenge. 5% kans als je doodgaat dat er een spider spant wanneer je doodgaat. Vind ik eigenlijk niet heel boeiend. In de zin van, sure, oké, ik kan daar nog wel een kill mee maken. Maar ik ga never nooit de game ermee winnen. Gives you full hunger, oké, ja. Die boeit op zich ook niet. Oh, wacht even, 5% chance of spawning silvers next to your enemy when you hit them with a bow. Ja, maar with a bow, kom op man. XP boeit ook niet. Give you haste for 111. Maar haste, dat is toch voor mining? Maar goed, aan de andere kant, misschien werkt hij ook wel gewoon voor slaan. Je weet het niet, je weet niet. Misschien hebben ze hier ook gewoon dat je met je zwaard slaan of wat dan kan. Maar dat je sneller kan slaan. Heb je namelijk ook wel eens in van die dingen. Dus we upgraden dit ook gewoon, fuck it. Misschien is het handig, I have no freaking clue. Gain 1560 with the game starts. Maar gaat dit nog verder omhoog? Zeg maar, hebben we nog langer? Nee, oké, daar hebben ze ook helemaal niks aan. Want, boeit ook niet. Gain 4 seconds when the game starts. Nou, we gaan even de dealing kit upgraden. Just to be sure, mochten we gerust worden, wat dan ook allemaal, dan hebben we in ieder geval absorption voor de eerste 20 seconden van de game. Hé, hey, dat kan altijd handig zijn. Ja, dit bridge, eye bridge is een beetje fucked up, want dan ga je eigenlijk ervan uit dat het op is en is het niet op. Reduce environmental damage by 5%. Oh, dat wil ik wel. Dankjewel. Dan gaan we die ook even allemaal upgraden. Zo. Kijk, maar als ik dus eerder wist, dit is dus de reden waarom al die mensen zo fucking sterk zijn in het fucking Skywars. Nou hier, de gouden appelkans. Nou, die willen we natuurlijk ook even omhoog gaan upgraden. Want ja, why free in that? Zo, there we go. Nice. We kunnen nog een keer upgraden, nice. Hoeveel procent hebben we nu? We hebben nu vier... Oh, we kunnen nog verder upgraden, nice. We kunnen nog verder upgraden, nice. Kappen. Jongens, tot hoever gaat dit door? Ik heb daar geen coins meer. Ik heb daar geen coins meer over, joh. Oké, ik wil hem... Ik wil op 25% hebben. Zo. Maar wacht, we moeten nog één keer upgraden. Zo, there we go, mensen. Oké, we hebben nu in ieder geval 65% kans, oké. Zombie friendly... chance to spawn a friendly zombie on a kill. Hé, die is wel lachen. Die kopen we ook nog eventjes. Upgraden we ook nog eventjes. Upgraden we ook nog eventjes. Zo, deze is wel duur. Deze is wel echt duur hoor. Deze is wel duur. Maar goed, we hebben toch genoeg coins. Fuck it. Ik wil deze op 10% hebben. Oh, die kan niet eens. Oké, dat is het hoogste wat hij daar ook mee kan hebben. Deze alleen nog even kijken. James, you get an Ender Pearl after throwing a player into the void. Oh ja, die wil ik ook wel. Sure. Upgraden. En we kunnen niet meer upgraden. We zijn out of coin. Die mensen, we zijn skeer. Voor mij heb ik echt iets van 2 miljoen coins uitgegeven. Oh mijn god. En kijk nou hoe vaak ik Skywars speel. Dat is echt gewoon nooit. Oh, ik weet niet wat ik allemaal met die coins kon. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Maar in ieder geval nu wel een soort van goden of zo in game, I guess. We hebben zoveel kansen nu met van alles en nog wat. Dat je denkt van... Nou, als het nou niet wat wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Als het nou niet wat wordt, dan weten wij het ook niet meer. Dan moet je maar gewoon stoppen daarmee, oké? Oké. Besef deze mensen, we hebben gewoon al deze bullshit gewoon. Oh, wat verschrikkelijk zeg. Heb ik eigenlijk snel slaan nu? Ja, voor mij is dit inderdaad ook snel slaan, nice. Nice, oké dan. Aan,
aan die daar, daar. Oké dan. We gotta go fast. Oh, kijk, ons gaan. Hot damn, son. Woep. Oké dan. Is hier iemand? Snel mengen. Als ik nog kan. Niet hier nou. Kom op. Hoppatee. Ja. We hebben een enderpearl gekregen in ieder geval. Dat is één wat zeker is. We hebben een enderpearl. Oké, jongens, laat me maar heel eventjes gewoon... Laat oma Duf maar... Oké, dan niet. Ik moet zeggen... Je kan wel lekker Rambo mode... You're barbecued. What the fuck? Je kan wel lekker Rambo mode gaan. Dus ik denk dat we mensen... Ik denk dat we morgen een 100% winstreek gaan halen. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot morgen.